Met trots presenteer ik het nieuwe security filter op de nieuwe verdieping in vertrek al 1. Na 3 jaar hard werken is het eindelijk zover en kunnen we het nieuwe filter in gebruik gaan nemen. We hebben tonnen met staal naar binnen gehaald, enorm veel beton gestort, nieuwe security lanes gebouwd. We zijn zover. We zijn de afgelopen 3 jaar dus druk bezig geweest met bouwen. Het hoofddoel daarvan was dat we een nieuw security filter gingen realiseren, wat meer capaciteit kon bieden dan wat het huidige security filter kon. Om dat te doen moest het security filter een verdieping omhoog, omdat er uiteindelijk gewoon meer ruimte is om dat passagiersproces goed af te handelen. Om meer ruimte te bieden voor onze passagiers hebben we de gevel tussen vertrek al 1 en vertrek al 2 opgeschoven met 4 meter, zodat er meer ruimte ontstaat in de terminal en we ook nog een heel stijg daalpunt hebben kunnen bouwen. Zodat mensen die geen ruim bagage bij zich hebben, direct naar boven kunnen doorgaan richting het security filter. En dat aandeel van passagiers wordt tegenwoordig steeds groter, hè? Mensen die zonder koffers eigenlijk gaan vliegen. Dat maakt voor die passagiers de vliegreis veel efficiënter. Parallel aan het project zijn ook nieuwe self-service drop-off counters geplaatst, waardoor passagiers dus zelf hun bagagelabel kunnen uitprinten en daardoor veel zelfstandiger door het proces kunnen gaan. Wat denk ik ook weer voor passagiers een veel beter gevoel geeft tijdens de reis. Ten eerste ben ik trots op het feit dat we in zo'n oud gebouw, wat echt wel complex is door de historie ook, zoveel dingen hebben kunnen realiseren nog. En eigenlijk vind ik dat ook een hele duurzame oplossing. Maar nog trotser ben ik eigenlijk over het feit dat we dit gewoon samen met alle partijen hebben kunnen realiseren. Vandaag nemen we de eerste 10 lanes van het nieuwe security filter in gebruik. En richting de zomer volgend jaar verwachten we dat we eigenlijk de hele security filter hebben afgerond. En dat we dan 21 security lanes op de mezzanine hebben draaien. De start van het grootste security filter ter wereld. Namelijk een security filter wat uit 35 security lanes naast elkaar bestaat.